mensen, top dat jullie weer kijken. Het is natuurlijk alweer een hele tijd geleden dat we nog eens iets aan de type 69 hebben gedaan. En we hebben het project nou weer opgepakt en het is de bedoeling om het in één keer helemaal te gaan afknallen. Ja, zeker. Nou, wat hebben we allemaal al gedaan? Spraakmakend onderwerp. De motor natuurlijk, hè. Ja, zeker. Het ding rookt nogal heftig en een boel olie uit te uitlaten. Ik denk dat het zo hoort, maar we weten het niet zeker. En daarom hebben wij de motor eruit gehaald. De motor. Het was een aardig klusje om eruit te halen met de koepel gemonteerd. Heel veel grond opzuigen rijden, dingen tussendoor vogelen. Het is toch gelukt. Deze gaan we natuurlijk testen op de testbank. Maar we gaan niet alleen deze motor testen. We hebben er nog een paar meer en die gaan we ook testen natuurlijk. Met het idee om de beste motor in de tank te gaan leggen. Kun je misschien wel deze motor erin leggen? Of deze? Of deze? Die? Die niet. Ja, de buitenkant van de tank die is natuurlijk ook nog niet klaar, hè. We moeten nog een boel spuitwerk gaan doen. Maar het ding is ondertussen zo stoffig geworden. We hebben hem laten wassen door Mark, professional car detailer.
mooi. Zo krijg je hem goed schoon, ja. Ja, dat is met die met het hoge drukspuitje wat ik heb, daar doe je niet veel mee. Dan blaas je alleen hetgene wat los zit overal naartoe en dan blijft het dan hangen. Maar deze spuit wel gewoon alles recht af. Dat werkt toch fijn. Misschien toch ook een keer in investeren en beter dat hoge drukspuit. De tank nog even in de wak zetten. Zo, gaat weer mooi blinken. Zo. Great succes! Ja, dingen spuiten, hè. Deze platen, die hebben mooi allemaal groen gespoten eerst. Die worden natuurlijk zandgeel, maar het is belangrijk dat er eerst een laagje groen onder zit. Als er namelijk beschadigingen opkomen, dan komt die groene verf er weer onderuit. En dat was natuurlijk ook de oorspronkelijke kleur van de tank. Ja, oplettende kijkers hebben het al gezien, hè. Spabbelt is weg. Brandstoftanks zijn er ook weer af. Die moeten eerst ook allemaal nog even gespoten worden. Deze moet zelfs eerst nog grondverf op, dan groen en dan natuurlijk zandgeel. Hier zijn ook nog wat stukjes, kijk, die hebben er ook aangelast nog. Ook eventjes grondverfje erop natuurlijk. Ja, dan is hij toch ver klaar. Maar niet helemaal, want elektrisch zijn we ook nog het een en ander aan het doen. Ja, zeker. We zijn volop bezig geweest met de besturing van de koepel, maar daarover later meer. Dus, ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.